Normaal gesproken zou je kunnen zeggen Oost-Duitsland wint, want Oost-Duitsland heeft een geweldige ploeg. Maar door de blessure van Drexler hier bij het verspringen is die ploeg ineens niet meer onaantastbaar. Er wordt namelijk minder gewisseld dan men van een Oost-Duitse ploeg gewend is geraakt. Het wereldrecord staat op een tijd van 41.37 en is van Oost-Duitsland. Het werd verlopen in Canberra in 1985. Dit is Alice Brown die voor de Verenigde Staten begint. 41.37 in Canberra in 85 door Kladis, toen ook al de startloopster. Rieger, Auerswald en Keur. Nu is Rieger er niet meer, nu is Auerswald er niet meer. Drexler had er moeten zijn en Drexler is er niet. En dat betekent dat de ploeg die in het midden Oskenat en Berend had, of die nu Oskenat en Berend heeft, ineens minder sterk is. De Amerikaanse ploeg bestaat uit Brown, Williams, Griffith en Marshall. Kladis, Oskenat, Berend en Keur is de ploeg voor de DDR. Kladis en Keur, dat deugt. Het gaat om het stuk van Oskenat, de invalster voor Drexler, naar Berend, naar Keur. De banen 5 en 6. De start van Kladis is erg goed. Maar daar is de wissel al niet goed. Althans, er wordt tijd verloren. Williams komt naar Griffith. Die wissel is goed. Daar gaat het wel goed van Oskenat. Met Berend. Maar kijk eens naar die bocht van Griffith. En kijk eens hoe de Amerikaanse ploeg nu op kop zit. Kan Keur. Nog één keer. Nu Marshall weg is voor de Verenigde Staten. Keur wil wel, maar kan niet meer. Het is de Amerikaanse ploeg met Pam Marshall die hier wint. In 41-57 honderdste. Een dolgelukkige Amerikaanse ploeg. Natuurlijk een dolgelukkige Amerikaanse ploeg. Want die fameuze DDR-ploeg die die hindernis had via de blessure van Drexler. Die fameuze DDR-ploeg is dan hier verslagen door deze vrolijke Amerikaanse ploeg van Brown, Williams, Griffiths en Marshall. 41-57. De winnende tijd van deze Amerikaanse ploeg waar nog een vierde bij hoort, maar die heeft het verste weggelopen, dus is er op dit moment nog niet. Die komt nu van veruit aan. Hier, daar is de vierde. Williams, Brown, Griffiths, Marshall. De vier gouden. In de serie 41-96. Toen al de snelste ploeg. Toen al kon de conclusie worden getrokken dat er een groot feestje voor deze vier in zat. Wel, het is eruit gekomen. De DDR heeft het gemis van Drexler niet kunnen opvangen. Ineens haperde er iets. Maar bovendien moet worden gezegd, deze vier zijn uitzonderlijk snel met elkaar. En zijn in staat om ook goed te wisselen. Op dat laatste stuk is daar nog één keer die Keur die geblesseerd raakte in juni in Helsinki. Net op tijd weer terug was, maar toch hier niet haar grote vorm kon hebben. En die Keur maakt die achterstand op Marshall niet meer goed. Oost-Duitsland 2, de ploeg van de Sovjet-Unie in baan 4 is 3. Amerikaanse wissels en op het wereldrecord dat staat op 37-83. McRae heeft over slechte wissel van Canada van Johnson op Mayhorn. Ben Johnson op Mayhorn, slecht gewisseld. Overgeef Amerika aan Glenn. Dat is laatste man, kan niet meer mis voor Amerika. Als ze een stokje hebben is het gewonnen. Carl Lewis tegen de Rus. Dat moet gewonnen zijn voor Carl Lewis. Carl Lewis, eindschot, dat moet hij winnen. 1 Amerika, 2 Rusland, 3 Jamaica, 37-90, zegt 700ste van een seconde boven het wereldrecord.
Carl Lewis, tweede gouden medaille hier via de estafette voor de Russen. Hij had het metertje of anderhalf achterstand op de laatste Rus Krylov. En dat heeft hij natuurlijk goed gemaakt, want hij is razendsnel, ook gisteren bij het verspringen. Misschien wel iets te snel voor het verspringen op dit moment. En kijk naar de snelheid, 38 km per uur voor deze 4x100 meter in 37,90. Dicht bij het wereldrecord en misschien een Europees record voor de Russen. Die zaten onder de 38,19 naar mijn waarneming. 38,19, hun Europees record. En hier de vier Amerikanen. McRae, McNeil, Glantz en Lewis in grootste vorm. Achtste gouden medaille voor Amerika in dit toernooi. Ze staan nog één gouden medaille achter op Oost-Duitsland. De Amerikanen moeten het hebben van de estafettes bij dergelijke toernooien. Ze hebben nogal wat meer in huis. Maar de estafettes, dat zijn bijna zekere overwinningen. Kijk die achterstand. Ik zei anderhalf, nou maken maar twee. Van Krylov tegen Lewis op het laatste stuk. En die Rus die moet zich gewonnen geven. Die voelt de hete adem van Lewis in zijn nek. En dan wordt het nog 2 meter voorsprong. Nou anderhalf voor Lewis op het eind. En dat moet een Europees record zijn voor de Russen. Jamaica verrassenderwijs voor Canada als derde. Lewis de Grote. Nog altijd. 1500 meter. En de stand van zaken van de marathon hebben we net ook al laten zien. Ja, dan nu het grote moment voor de 1500 meter lopers. De finale met Han Kulker voor Nederland. Hij is er toch weer bij de beste 12. Kulker, die bij de Europese kampioenschappen derde werd, die Europese indoorkampioen werd, die loopt hier in de schaduw van een paar hele grote jongens. Met name Steve Cram met 423 uit Groot-Brittannië. En niet te vergeten Abdi Pile uit Somalië met nummer 810. González uit Spanje. Dan heb ik gelijk de drie mensen genoemd die kandidaat zijn voor het goud. Cram, Pile en González. Dit is Sirio, Kip Sirio uit Kenia. Naast hem Steve Scott, de ervaren routinier. 27, de Australiër Hillard. Goed op de laatste stuk. Snelle laatste ronde. 10,85, Amerikaan Spivey. In Zurich was hij derde. Amerikaans kampioen. 6,52, Cheshire, Keniaan. 2,56, de Spanjaard González. 18, daar hebben we hem, Abdi Pile. Mijn favoriet. Uit Somalië, 22 jaar. En Steve Cram, de Europese kampioen. Wereldkampioen, tweede bij de Olympische Spelen achter Co. Die gaat hier het gevecht aan met Abdi Pile. We zien Han Kulker, de 28-jarige man uit Leidschendam, die zijn uitzending volledig waarmaakt. 819 Khalifa uit Sudan. Herold, de Oost-Duitser. En Joffrey uit Frankrijk. Herold, die Oost-Duitser, is ook niet slecht. 469 in het blauwe shirt. Omar Khalifa is voorin te vinden. Overigens, de Russen hebben op de 4x100 meter het Europees record inderdaad verbeterd met een tijd van 38,02. Oude record was 38,19. Joffrey, de Fransman, heeft de leiding. Het gaat een beetje langzaam. Het is voordelig voor Kulker als het wat sneller gaat. Een regelmatige en een beetje snelle race. Nu heb je de kans dat na 800 meter het veld gaat breken en er een enorme demarrage komt met alle gevolgen van dien. Steve Scott van Amerika voorin. Joffrey nog steeds aan de leiding. Daar komt de Keniaan aan. Abdi Pile achteraan. Steve Cram in het midden. Kulker derde van achteren. Die houdt Cram een beetje in de gaten wellicht. Het gaat langzaam, je ziet het. González achter Cram. Daar hebben we het beeld. En Pile nog achterin. Cram, González en 8-19 is Khalifa. Uit de Soedan.
Joker loopt goed in de binnenbaan. Daar komt een Keniaan naar voren. 6.52. De Keniaan... Shashir. Jozef Shashir neemt het initiatief. De Kenianen gaan eraan trekken. Joker ligt achterin. Abdi Biele hebben we nog niet gezien. Die komt nu. Gaat naar voren. Tussentijd op 800. Je ziet het. Langzaam 800. 2.93. Ik zeg niet gunstig. Voor Kulke. Had wat harder moeten gaan. Daar komt Abdi Biele. Naar de vijfde plaats. Hij voegt zich bij de grote jongens. Nog steeds Shashir aan de leiding. De Keniaan. Krem naast hem. González erachter. Daar komt Abdi Biele. En Khalifa uit Sudan in vijfde positie. Krem neemt het initiatief. 18 Abdi Biele, let op. Kulke komt goed naar voren, achterplaats. 2.45 met er één ronde te lopen. Wat kan Kulke in die laatste ronde? En Krem tegen Abdi Biele. En González, dat zijn de eerste drie. Daar gaan de medailles worden verdeeld tussen die drie mensen. Kulke achter ongeveer. Kan dat natuurlijk niet halen. Krem aan de leiding, Abdi Biele, dat wordt het grote gevecht. Ik mik toch op Abdi Biele. Maar Krem is sterk. Wordt dat de eerste gouden medaille voor Groot-Brittannië? González zit op het vinkertouw in derde positie. González derde, Abdi Biele tweede, Krem eerste. Kulke komt niet aan de bak, ligt tiende. Daar komt Biele, dat is de man. Dat is de man, Krem is geklopt. González wordt tweede misschien. Wat een overwinning voor die Abdi Biele. Wat is die man sterk. 22 jaar Somalië. Eerder nog nooit van gehoord. Hij wint in een tijd van 3.36, tweede González. Krem helemaal weg, afgang, achtste plaats. Ongelooflijk. Kulker, negende, is binnen in 3.41. Heeft het niet kunnen waarmaken. Dit veld was te sterk, natuurlijk. Hij heeft bij de beste 12 van de wereld gelopen, wat kan je meer doen? Hij heeft zich goed gepresenteerd, deze Nederlander. Abdi Biele. Wordt gefeliciteerd, want hij is de grote man. Krem is vernederd, Groot-Brittannië krijgt een tik om de oren. Eerst op de 800 waar McKean, de schot McKean, onderuit ging. Kansloos was. En waar die Concella uit Kenia won. En daar nu opnieuw een Afrikaan. Derde Afrikaanse triomf verwezen wereldkampioenschappen. Groot succes voor de derde wereld. Voor Abdi Biele uit Somalië. En die man heeft ook een 800 in zijn benen waar je beroerd van wordt. 1.44 liep hij al en González, de Spanjaard, pakt zilver. Dat is ook een hele goede prestatie voor Spanje. En dan zien we direct nog eventjes Krem, die zich helemaal geklopt weet. Helemaal geklopt. En Spivey. Somalië, eerste goud sinds mensenheugenis bij een groot atletiektoernooi. Ja, het speerwerpen bij de vrouwen is ook aan de gang en daar is dan Fatima Witbrits. De Engelse, die kort voor dit toernooi geblesseerd leek te zijn. Maar hier, in de derde ronde, heel ver komt, over de 70 meter, het lijkt me iets meer dan 71 zelfs. En daarmee zou Fatima Witbrits dan heel goed gaan scoren in dat veld waarin haar concurrente Petra Velke heet. De Oost-Duitse die kort geleden het wereldrecord op dit onderdeel heeft verbeterd. Velke had 70-30. Nee. Velke heeft al meer. Met 71-34 komt Witbrett nu op de tweede plaats. De 4x400 meter finale voor vrouwen staat op het programma. U ziet het wereldrecord van Oost-Duitsland. 3 minuten 15.92. Men zal er dichtbij komen. Misschien niet de Oost-Duitsers zelf, maar wel de Russinnen die in baan 4 van start gaan. Oost-Duitsland baan 3. Amerika ook erg sterk.
baan 5. De Russinnen hebben 3 loopsters in de ploeg die ook al in de finale van de 400 meter individueel zaten. Nazarova, Pinigina en Briskina. De Oost-Duitsers hebben uiteindelijk een beroep gedaan op Busch ter vervanging van Ulrich in hun ploeg. Jamaica zit in baan 1. Bulgarije in baan 2. En dan Oost-Duitsland met Neubauer, Dagmar Neubauer. Niet de beste. Eigenlijk de zwakste van de 4. Dan de Russin Iwashinko, dat is ook niet zo'n snelle. De Russinnen die wel de snelste tijd hadden, 3.20.75 in de halve finales. Dan Amerika met Diana Dixon, 7e op de 400 meter. Amerika verder met Howard, Briscoe en met Leatherwood King. De Canadese Crooks start in baan 6. Baan 7 zit Ute Tim van West-Duitsland. Ute Tim, de snelste West-Duitse 400 meter loopster. Vooraan Nathalie Simon van Frankrijk. Die spelen eigenlijk geen grote rol, die West-Duitsers en Françaises. Het gaat om Oost-Duitsland, Rusland en Amerika wat betreft de gouden medaille. De bedoeling is het stokje vast te houden. Gisteren hebben we gezien dat Oost-Duitsland onderweg plotseling de stok verloor. De tweede loper van Oost-Duitsland, waardoor hij niet verder hoefde te gaan. Want zonder stok valt er niks uit te richten. Amerika heeft nu 8 keer goud, Oost-Duitsland 9. Het kan misschien gelijk worden via deze 4x400 meter estafette. Maar de Russinnen zijn op papier de beste. Canadese Charmaine Crooks. En Diana Dixon erachter. Voor Oost-Duitsland verder Emmelman. Na deze Neubauer komt Emmelman. Dan Petra Müller, de tweede van de 400 meter. En Busch als vierde. Rusland heeft de wereldkampioenen op de 400 meter individueel in huis met Briskina. Olga Briskina, ze loopt als laatste tegen Busch en tegen Leatherwood King van Amerika. Wat een veld, wat een wedstrijd. Een enorme stemming in dit stadion. De ene weef naar de andere. Prachtige topsport. Jamaica, Bulgarije, Oost-Duitsland, Rusland, Amerika, Canada, West-Duitsland, Frankrijk. De eerste ronde valt er weinig van te zeggen. Pas na 500 meter zie je een bepaald beeld. Diana Dixon in baan 5 kruipt naar Canada toe. De Russin achter haar verspeelt enig terrein. Oost-Duitse ten opzichte van de Russin ongeveer gelijk. Amerika nu sterker. In deze fase, vroege fase van de 4x400 meter. Enige winst voor Amerika ten opzichte van Rusland, maar zeer gering. Eigenlijk liggen de 3 partijen nog gelijk. Rusland, Amerika en Oost-Duitsland. Schiet op, zegt de Amerikaanse tegen haar collega. Howard snel voor Amerika in de baan. Nazarova voor Rusland en voor Oost-Duitsland, Kirsten Emmelman. Kirsten Emmelman was derde op de individuele 400 meter. En hier gaan ze, met z'n drieën. Canada ligt vierde. Dan West-Duitsland, vijfde. Oost-Duits het initiatief, Amerika erachter, de Russin. Die drie gaan elkaar volgen, daar is geen verschil tussen. Hoewel de Oost-Duitse Emmelman nu uitloopt. Emmelman pakt wat winst. Howard van Amerika moet toegeven en de Russin gaat waarschijnlijk overheen. Nazarova, dat gebeurt. Maar Howard verzet zich hevig. Amerika al 2 keer goud op de estafettes. De 4x100
en de 400 mannen en vrouwen. Enige stommel bij de wissel in Oost-Duitsland heeft het initiatief. Petra Müller, dat is de sterkste Oost-Duitse. Voor Rusland Pinigina. En voor Amerika Briscoe. Wat kan Briscoe tegen de Russen? Briscoe, die niet in de Amerikaanse ploeg zat voor de individuele 400 meter. Omdat zij bij de Amerikaanse kampioenschappen te licht bleek. En de Oost-Duitse heeft het initiatief en loopt uit. Petra Müller in grote vorm. Tweede op de 400 meter in dit wereldkampioenschap. Maar de Russin loopt niet in, Nazarova. Nu krijgen we voor Oost-Duitsland Sabine Busch. De vrouw die de 400 meter horde op haar naam wacht. En de voorsprong voor Oost-Duitsland is groot. Voor Rusland Prisgina. Kan ze dat toch? Onwaarschijnlijk. Ja toch. Busch maakt geen sterke indruk. Amerika komt ook dichterbij. Maar dat kan te vroeg zijn. Voor Amerika. Leatherwood King. Het lijkt gelopen koers. Oost-Duitsland, Busch wint. Voor Prisgina en voor Brown King. De tiende gouden medaille voor Oost-Duitsland. En letten we op de tijd. 3:15:92. Wereldrecord 3:18:02. 2 Rusland, 3 Amerika, 4 Canada, 5 West-Duitsland. 6 Jamaica, 7 Frankrijk. Dat zijn ze zoals een beetje. 8 Bulgarije. Oost-Duitse gouden medaille. Sabine Busch, de winnares op de 400 meter horde, pakt hier haar tweede gouden medaille via de 4x400 meter. En Brisgina heeft goud plus zilver, hier zilver. Brown King. Nee, Leatherwood King natuurlijk komt er niet aan als derde. En evenmin de Canadese Richardson. 3:18:63, bijna 3 seconden boven het wereldrecord. De tijd van Biele, 3:36:80. González Puivi, een kleine opsteker voor Amerika, niet veel. Meer verbeterd, die atleet die op kop gaat bij dat speerwerpen. Het was haar vijfde poging. En ze komt over de 75 hier. Ze heeft dit jaar 76-34 als beste prestatie staan, ergens in Oslo. Ik dacht dat dat in juli was. Het gaat nu om de wedstrijd. Waarbij die afstand natuurlijk mooi is meegenomen. Zeker in dat duel met die Oost-Duitse Velke. Die dacht een voorsprong te hebben genomen dit seizoen. Toen ze die klap uitdeelde van dat wereldrecord. Dat wereldrecord dat nu staat op 78,90 meter. En dat eind juli werd geworpen. Fatima Witbret komt hier opnieuw verder dan Velke in deze wedstrijd. Hier staat het. 76-64. En de stand van zaken bij de marathon. 3 man op kop en Bordin, de Italiaan, is vlak in de buurt. Dat was verrassend. Maar ik zei het al eerder, hij was begonnen aan een opmars van achteruit. Hij kwam ook even bij een groepje van 6 zoals het op kop was. Maar dat groepje van 6 brak op het moment dat Bordin zich meldde. Nu hebben we Moneghetti, we hebben Ahmed Saleh en we hebben Wakihuru. Dat zijn de 3 die daar op kop lopen en daarachter dan Bordin en dan laten Ikanga en Jones nu los. Met name Jones heeft veel werk gedaan, heeft erg hard aan de hele boel gesleurd.
Maar nu, na ruim 36 kilometer, moet hij daar ook terrein prijsgeven, evenals Ikanga. En Bordin moet hem dus nu ook weer laten lopen. Deze Europese kampioen, die had op de, ja, de 34ste, 35ste kilometer had hij de zaak te pakken. En prompt kwam er toen een versnelling van die drie man voorin. En die Moriketti, Ahmed Saleh en Wakiura zijn nu weg. De 28-jarige Italiaan, die zijn grootste succes dus vorig jaar had. En die we hier nog even te volgen. Hij heeft eerder hier op dit parcours in Rome gelopen. Was ooit eens een Europese bekerstrijd hier. Toen werd hij zevende. En hij werd in mei 87 nog eerst hier in de straten van Rome. De Australiër lijkt er nu ook aan te moeten. Nu die Keniaan op kop. Een versnelling plaats. Het is de man die het minste is genoemd hier op kop. Het minste is genoemd bij de gegadigden voor de titel. Maar de Kenianen laten stuk voor stuk hier zien dat ze in een perfecte vorm zijn. Dat hun verblijf op hun grote Nairobi-hoogte ook erg goed gaat. Ja, plaatjes raden. Marathonlopers. Het zijn de bekende plaatsen die in het parcours zijn opgenomen. Een soort pauzelijk bezoek. De strijd is boeiend tussen twee Afrikanen. Ik denk met rechtsonder de tijd dat we zo'n 2:12 nodig zullen hebben. Zeker om in dit stadion in Rome weer terug te zijn met die lopers. Waarbij die Keniaan, Wakiuru en Ahmed Saleh uit Djibouti dus nu de beslissende rollen spelen. Opvallend, de Keniaan steeds met wisselend tempo. En het lijkt er nu op alsof we zijn beslissende demarrage hier zien. We zijn op zo'n 38 kilometer. En we hebben die beslissende demarrage gezien. Of de Keniaan moet het moeilijk krijgen nog. Zoals bekend, de marathon speelt zich vaak af tussen 30 en 35. Nou, hier begon het allemaal eigenlijk al wat eerder. Rond 20ste kilometer werden de eerste klappen uitgedeeld. We hebben even de terugkeer van de Italiaan Bordin gezien. En die is nu weer weg. Op het moment dat hij Wakiuru dus toemepte. En die gaat nu weg. Douglas Wakiuru, 24 jaar oud. Dat is Ahmed Saleh uit Djibouti. Die heeft al vele internationale marathons gelopen. In New York, in Hiroshima, in Seoul, in Chicago. In Parijs is het allemaal voor hem begonnen. In 1984, waar hij winnaar werd. En hij was 20ste bij de Olympische Spelen. De tijd is los. Wakiuru kan het houden wanneer hij nu de kilometers die hem nog resten, dat zijn er zo'n 4 denk ik, de kilometers die hem nog resten naar het stadion, wanneer hij die zo blijft afleggen. Want kijk eens hoe groot dat verschil is geworden met de atleet uit Djibouti. Flinke klappen zijn er uitgedeeld, terwijl op de derde en vierde plaats de Australiër Moriketti en Bordin lopen. Moriketti, dat is ook een 25-jarige atleet, die werd derde bij de Commonwealth Spelen. Toen in 2:11:18. En dat was eigenlijk zijn belangrijkste resultaat.
In het stadion trouwens is natuurlijk ook nog de strijd bij het hoogspringen aan de gang. 2.32, Ben. Ja, voor de Rus Paklin, die we eerder hebben zien falen op 2.29, althans bij zijn eerste poging. Hij pakt nu toch de 8, de 2.32. Maar er zijn nog veel mededingers, onder andere de Tsjech Zwara, de West-Duitse Trenhardt, Avdijenko, Meugenburg, Sotomayor en uiteraard ook nog Schöberg, de Zweed. Dit wordt dan de laatste van Fatima Wiedbrets. Weer over de 70 meter, maar tussen de 70 en de 75 meter. Wiedbrets zit voor Velke trouwens. Velke komt nog één keer hierna. Fatima Wiedbrets haalt hier 72 meter 14. En daarmee blijft ze dus eerste, want ze wierp die speer per slotverrekening ook nog 76 meter 64. En dat is uiteindelijk de beste. Mits Velke nu niet de boel aan gruzelementen gooit. Toch wel een opmerkelijke spanning nu. Ja, want zij moet zich omdraaien. Ze wil niet kijken, want ze weet dat die Oost-Duitse... Oost-Duitse die band om heeft, om haar middel, van de voormalige wereldrecordhoudster Fuchs. Dat is een soort talisman eigenlijk, die werpgordel. Eén keer alles, maar het is niks. Velke verliest. De eerste gouden plak van Groot-Brittannië. Groot-Brittannië dat op de marathon dus Jones in de strijd had. Maar die nu niet meer bij de eerste vier heeft. We zitten nou een kleine 2 kilometer voor het einde. En bij de marathon is het Wakiuru op kop. Ahmed Saleh daarachter. En Modeketti op de derde plaats met Bordin. En dan is het maar de vraag of die Italiaan door slim te volgen bij die Australiër op de derde plaats pakt. Want de strijd om de eerste twee plakken lijkt beslist. Marathonlopers zijn nu al hun 8 verversingsposten gepasseerd. Om de 5 kilometer stonden die. 42 kilometer, 195 meter. Daar gaat het om. Kortom. Hij is bijna bij het stadion, waar hij een kleine 400 meter moet lopen. Straks 380 meter achter de rug heeft. Hij kan omkijken, want er is nog niemand te zien. Arap Moi, de president van Kenia. Nou, kan er een mooier moment zijn om op te gaan staan en te klappen voor een landgenoot. Het is allemaal begonnen, dacht ik, in 1968 bij de Spelen van Mexico. Toen daar die Kenianen voor het eerst eigenlijk naar voren kwamen. Met successen op de loopnummers, op de stiepel. En daar is de atleet uit Djibouti. En men springt tegenwoordig ook zuiniger om met de atleten in Kenia. Men laat niet alleen maar... keiharde munten verdienen buiten de deur. En daar in het stadion, we hebben het gemist, maar de klap is uitgedeeld hoor. Bordin loopt voor de Australiër op de derde plaats. Dit is de winst voor de Keniaan. Die iets sneller dan 2.12, 2.11, 47. Op de derde plaats is het Bordin. Ik zei het. Hij liep daar achter die Australiër en wilde toemappen. Dit is nummer 2. Er zijn op het ogenblik 4 atleten in de baan na de winnaar.
Charret is tweede. Bordin wordt derde. Moraghetti komt op de vierde plaats. Dit is Italiaan in 2.12.39. Nu gaat Australië over de streep. En Jones komt als vijfde binnen. Ja, inderdaad, het gebaar is duidelijk van die Australiër. Ik wist dat die Italiaan zou komen, maar wanneer en hoe? En hij heeft hem gepasseerd. Daar is Picciolato. Die wordt zevende, want er zit nog iemand tussen hem en Jones. Ja, die derde plaats is weer goed voor Aleo. Jubelkreet vanaf de tribunes van het Italiaanse publiek. Bakioru. Een bord in met zijn ere rondje, terwijl Picciolato finisht. Sedeen Jurgensen, die op de achtste plaats komt. En dat is de Sovjet-atleet. Kasparov, dacht ik dat hij heette, ja. Die is negende. Nee, die zit voor Jurgensen. Dus dat is omgedraaid. Jurgensen 9 en Kasparov 8. En verder is er in dit stadion op het ogenblik geen andere marathonloper. Wat verder nog hoort bij de marathon. Marty ten Kaat is binnen als 25ste in 2.22.22. Hij heeft geprobeerd om erbij te zijn, erbij te horen. 20-21 kilometer ging dat dus even fout. En hij heeft wel de wedstrijd hier uitgelopen en finish dus. En dat is dan toch goed op die 25ste plaats. Ja, dat hoogspringen is dan nog aan de gang. Tevens is aan de gang. De 5000 meter, althans, we zijn in afwachting van de start en kijken naar veteraan Steve Overt. Bij de laatste grote wedstrijden had hij niet zo gek veel succes meer, maar dat is natuurlijk ook logisch. Zijn grote tijd is voorbij. We zien de kleine Castro's, ze zijn met z'n tweeën de Castro's, de broertjes, de tweelingen. Kijk maar, daar is die andere. Sydney Murray is er. Uit de Verenigde Staten, maar al 31 en zijn grote tijd lijkt ook achter de rug. Zit hij maar één daar achter die kleine Castro. Dan Abel Anton uit Spanje. Dat rode shirt en die blauwe broek. Dan Tim Hutchins. En Jack Buckner. De Europese kampioen. En aan de buitenkant O'Mara. Maar de grote man zit natuurlijk nu voorop. Dat is Said Ouita, de Marokkaan. Said Ouita, wereldrecordhouder, olympisch kampioen op deze afstand. Wereldrecordhouder op 1500 meter, op 2000 meter en op 5000 meter. Drievoudig wereldrecordhouder, daar op kop. Wat gaat het worden? Mag hij het zelf gaan uitzoeken daar vooraan? O'Mara loopt achter hem. Daar komt een Keniaan die het te langzaam vindt gaan. En wie is dat? Wel, dat is John de Cookie. Kijk eens waar hij gaat lopen. Alsof het helemaal niet uitmaakt welke zijwegen hij inslaat. Alsof het helemaal niet uitmaakt of hij misschien wat veel energie zal gebruiken door die vele meters extra's te gaan.
John Crookie, die tweevoudig kampioen werd bij het wereldkampioenschap cross. John Tracy, ook tweemaal wereldkampioen cross geweest. Succesvol bij de Olympische Spelen op de marathon. En hier heeft het een lang geduurd. 2:49.96 is de kilometer tijd. Als dat dan bijvoorbeeld eens vergelijken met de tijden zoals die werden gemaakt in de series. Toen zagen we 2:41.17 en 2:44.68. En ja, vergelijken we het met de tussentijd toen Saïd Awita hier het wereldrecord brak. Die tussentijd was toen 2:35.35. Dus nu zitten ze 14 seconden daarboven. Zo valt te zien wat het voordeel van een haas is. Maar dit is boeiend, want dit is de wedstrijd op de plaatsen 1, 2 en 3. Merkend voor hem. Gewoon zomaar even weglopen. En dan kijken wat de rest doet. Voor de rest is er dan maar één zaak. Kan het blijven en zoveel mogelijk het eigen tempo volgen. 5:34.93. Nou, dat het niet hard gaat, wisten we al. Dat zien we ook. Het gaat erom, waar komt de tempoversnelling? Eigenlijk net als op die 1500 meter. Toen er ook, na zo'n 800 meter, 700 meter, 800 meter, ineens een flinke tempoversnelling kwam. En die brak eigenlijk de wedstrijd volledig open. Toen zag je ook bij Krem de gedachte van, ja, en wat moet ik nu? Hij kwam heel vroeg aan toen, Krem. Eigenlijk op 500 meter voor de finish dacht hij, kom, ik ga dat nu maar doen en ik kijk waar ik uitkom. En dat haalde hij dus niet. Hij heeft gefokt en verloren. Daar gaat weer zo'n tempoversnelling. De Cookie. En Awita. Omera volgt en er valt er een gat. En die is een klein beetje ook. Maar hij trekt niet door, hoor. De Keniaan gaat niet door, wel nee. En daarom geeft hij gelegenheid aan Buckner om in het tempo van Buckner bij te geraken. Buckner nu, vierde, heeft weer aansluiting. Buckner, die nu toch eigenlijk zijn glorieuze jaren zou moeten hebben na het Europees kampioenschap van vorig jaar. Want de tijd van de middenafstandslopers, die hem vaak de voet hebben dwarsgezet in het verleden, lijkt voorbij. Ovet, Kogel blesseert dit jaar en Krem, achtste hier. Dit jaar, en die met 77 is de beste op papier. Was ook nog vijfde vorig jaar, toen zijn broertje elfde werd. Ignatov, de Bulgaar, is derde. Buckner volgt daar in vierde positie. En Ovet kan het opvolgen. Achteraan de Zwitser De Leijzen. Nog vier ronden. 1600 meter. Twee Castro's achter elkaar. Ze dringen Omera. We zitten nu op de plaatsen 5 en 6. Omera gaat naar voren. Wil weer vijfde lopen achter Buckner. Omera, een man die ook van de middenafstand komt. Die 6. Die 5-5-8. Beste man worden over 2:35 hier. En dat doet hij. 2:35, dat kan al winnend zijn. Over het algemeen dit soort wedstrijden is deze hoogte tamelijk sterk en vaak beslissend. 2:35 meter. 7 centimeter nog onder zijn wereldrecord. De 22-jarige Zweed. Maar er komen nog concurrenten. 7 man zijn over de 2:32 gegaan. Onveranderd de stand van zaken daar. 10:58. Dat wil dus zeggen dat er een kilometer tijd van 2:42 werd gelopen.
de rolverdeling blijft hetzelfde. Awita loopt achter de Keniaan. En de rest zit in de buurt en wacht op een schot. Waarop wacht men? Wacht men op een medaillekans en dan eigenlijk niet op plaats 1 of 2, maar wacht men vooral op de bronzen plak. Of wacht men op de zilveren plaats, omdat men ervan uitgaat dat Awita toch niet te stemmen zal zijn. Maar is die Keniaan dat dan wel? En is de rest er dan alleen voor de derde plaats misschien? De Europeanen. Doen ze alleen mee voor het brons? Op 600 meter. Nog 500 meter. De afvallers zeiden natuurlijk ook. Anton de Spanjaard. Tracy de Ier. En Nelson de Canadees. En over het hart af. En Almera heeft het moeilijk. En Marie valt weg. Er zijn er 3, er zijn er 6, er zijn er 9 die meedoen. Awita. Awita. De Leze. En één van de Castro's. En Buckner. En Rousseau. Awita. Castro heeft heel slim opgelet. De Leze. Gaat mee. Buckner, kan hij er nog bij komen met Rousseau? Awita los. Awita los. Castro. En de Leze. Wie pakt plaats 2 en wie pakt plaats 3? De koekie is helemaal weg. Awita. De Leze vecht voor plaats 2. Rousseau vecht voor plaats 4. En de Leze verliest plaats 3 zelfs aan Buckner. Castro 2, Buckner 3. Awita, na zijn Olympische kampioenschap, is hij nu ook wereldkampioen. En het is Domingos Castro die de felicitaties van broertje Dionisio haalt. Awita wint hier deze 5000 meter voor Domingos Castro, voor ook Buckner. En vierde wordt de man die hoogspel speelde, de Zwitser De Leze, maar die de vierde plaats, of die de derde plaats niet te pakken kon krijgen. Die de tweede plaats hier zelfs niet te pakken kon krijgen en dan terugvalt en dan zelfs de derde plaats gespeeld. Awita wint. Dank op Castro. Dan probeert Rousseau er nog buiten om te komen. Achter Buckner. Maar het is Buckner die de derde plaats pakt. Omdat hij de Leze nog voorbij gaat. En Said Awita is de absolute meester van deze afstand. Van deze 5 kilometer. Attent gelopen. Een fraaie winnaar. De tijd 13:26:46. Terug nu naar Studio Sport op dit moment. De Duitse Merkenburg, misschien op 2.35. En dat doet hij. Hij staat op de tweede plaats nu. Achter Schöberg. Schöberg 2.35, maar die heeft minder sprongen gehad. Merkenburg maakt zijn faam als wedstrijdfighter weer waar hier in Rome. Olympisch kampioen. Ook toen met 2.35. Nu weer dezelfde hoogte. Hij is natuurlijk 3 jaar ouder. 26 inmiddels. En wat een speling nog. De Rus Paklin, Europees kampioen en wereldkampioen indoor, probeert 2.35. Eerste, tweede poging. En hij heeft hem. Hij staat voorlopig derde. Achter Schöberg en Meugenburg. Bij de WK Indoor sprong hij 2.38 en bij de EK 2.34, nu 2.35.
krijgen de 4x400 meter. Terwijl de strijd bij het hoogspringen nog lang niet is beslist, nu dit laatste loopnummer. Sovjet-Unie baan 1, West-Duitsland 2, Kenia 3, ploeg van de Verenigde Staten in baan 4, Cuba in baan 5, Jamaica 6 en Groot-Brittannië in baan 7. In de series liepen de Verenigde Staten en de Cubanen de beste tijd. Banen 4 en 5. En onderweg is gesneuveld de ploeg van de DDR, omdat de tweede loper in de vorige ronde zijn houtje verloor op het moment dat hij werd aangeraakt door de Keniaanse ploeg. En toen kwam hij bij de wissel, had hij het stokje niet meer en toen kon dat dus allemaal worden vergeten. Wat betreft de illusies van de DDR op het nummer 4x4, waarop ze zo'n sterke formatie leken te hebben. De Amerikaanse ploeg zou hier aan de 9e gouden plak kunnen geraken wanneer hier deze estafette wordt gewonnen. De Amerikanen met de Britten. Voorop. De West-Duitsers sluipen naar plaats 3. En er wordt geduwd en gevallen bij de 4e plaats. De Sovjet-Unie gaat daar ten onder bij het duwen met, ik dacht, de Keniaan. En zo sneuvelt eerst de ploeg van de DDR, omdat hij geraakt werd door iemand van de Kenianen. En nu ligt er een rus op de grond. Terwijl de strijd verder gaat hier met Amerika, Groot-Brittannië, West-Duitsland en Cuba. Daar is de bocht waar de ongelukkige staat. Verenigde Staten, Groot-Brittannië. Verenigde Staten heeft het wereldrecord met 2.56.16. Groot-Brittannië heeft het Europese record met 2.59.13. Laatste loper, McKay. Laatste loper van Engeland, Brown. En het verschil is nu heel groot. Wat kan Harald Schmid voor West-Duitsland op plaats 3? De Cubanen dichtbij. De medaille voor de Verenigde Staten lijkt in de tas te zitten. Het verschil is zo groot. Kan Schmid nog iets op dat laatste rechte stuk, zoals hij doet wanneer hij een 800 meter moet lopen. Maar Schmid moet dan nu knokken tegen die Cubaan ook. En Schmid verliest alles. De Cubaan knokt voor plaats 3 en haalt 2 niet. Amerika 1, Groot-Brittannië 2. 2.57.31. Groot-Brittannië zou op het randje van de Europese recordtijd hebben kunnen zitten. En voor de Amerikanen is dit toch weer een vrolijk dagje met al die estafette overwinningen. Dit kan de winnende sprong worden voor Igor Paklin, de Rus. De lat ligt op 2,38 meter. Vier man heeft de 2,35 bedwongen, behalve deze Rus. De Zweed Schöberg, Avdijenko en Meugenburg. Niet gelukt, lang niet zelfs. Geen overtuiging. Misschien ook een beetje uit balans gebracht door de onrust, de voortdurende onrust in dit stadion. Fluiten, joelen. En die Rus heeft erg veel tijd genomen voor zijn sprong. Voordat hij begon op die 2.38. Met 2.35 had hij ook wel moeite. Hij staat nu derde in het klassement. Er zijn nog drie anderen in de strijd, ik noemde ze al. Op de eerste plaats Schöberg samen met Meugenburg. Ze hebben nog een enkele foutsprong gemaakt, tot en met 2.35. Hier hebben we Schöberg. En tenslotte Avdijenko, de wereldkampioen van 4 jaar geleden. Toen met 2.35. Het niveau
stijgend natuurlijk bij het hoogspringen. Het wereldrecord van deze man, deze jonge Zweed, 22 jaar, is 2,42 meter. Dat vestigde hij dit jaar in Stockholm op 30 juni. Kijk, hij kijkt slimmetjes uit zijn ooghoeken en hij heeft een grote jump in zijn hoofd. Hoewel hij toch met een grote wedstrijd zelden heeft overtuigd. Hij was 11e bij de WK, 6e bij de EK. En alleen met Olympische Spelen was hij redelijk goed. Toen was hij 2e. 2,38 meter. Ja! Dat is hem. Hij heeft de vorm. Hier staat, denk ik, de wereldkampioen. Patrick Sjöberg. Zweeds goud. Met enig voorbehoud. Walt Meukenboerder komt ook nog. En die heeft ook nog geen foutsprongen gehad. Prachtige afwerking van die sprong. Hij maakt ook helemaal de show met zijn reactie. Dat leren die hoogspringers ook langzamerhand. Ze weten ook dat de televisie erop staat. En de ene Rambo naar de andere zie je dan. Het wachten is nu op Avdijenko en op Meukenboer. Eerst krijgen we de Rus, de wereldkampioen van 83. En misschien zelfs overtreft. Laten we gaan kijken. Oeh, genoeg hoogte, maar de finishing touch, daar mankeerde iets aan. Hij komt nog terug. Hij krijgt nog twee pogingen. Maar dan is de sport lang afgelopen. Toch nog even met die onderkant van het dijbeen de lat getoucheerd. Nervositeit in het kamp van de hoogspringers. Nou, je denkt, ach, die 2,35, die haal ik niet. Dan ga ik maar gelijk naar 2,38. Goed, de Roemeen. Hij is nog jong en veelbelovend. Dit jaar 2,32, 14e bij de EK. 5e bij de WK Indoor met 2,32. Nog even meepakken. Matthij, ja, en dan zou Meukenborg moeten volgen. Nou, dat leek helemaal nergens op. Dat kunnen we natuurlijk niet serieus nemen. Meukenboerder is in afwachting van zijn grote poging Sjöberg te evenaren. En denk erom dat die man koelbloedig is, die Duitser. Ik denk dat we dat nog net even kunnen meepakken. Dat is veel te hoog voor die jongen. Meukenboerder maakt buiten beeld nog een paar koprolletjes, voelt zich lekker, hij faalt in elk geval niet. Tweede plaats zit er dik in voor hem, zilver, dat is heel mooi. Hij was al Olympisch kampioen en Europees kampioen in 82, maar vorig jaar bij de EK in eigen land werd hij slechts vierde. En hij heeft wat blessures gekend dit jaar, zoals veel atleten. De een klaagt erover, de ander niet. En het is ook niet relevant. Als je geblesseerd bent, dan moet je niet meedoen. Springen. Pet met een rietje. Nee. Nou, ik denk dat inderdaad Sjöberg gaat winnen. Het is niet zeker, maar hij heeft een zeer grote kans. Meukenboerder heeft gefaald op 2,38. Terug nu naar de studio. Heel veel.